the sound of the police. Whoop, whoop. That's the sound of the beast. Whoop, whoop. That's the sound of the police. Whoop, whoop. That's the sound of the beast. Whoop, whoop. That's the sound of the police. Whoop, whoop. That's the sound of the beast. Whoop, whoop. That's the sound of the police. Whoop, whoop. That's the sound of the beast. Wij zorgen ervoor dat alle winkels, inclusief het ziekenhuis, politie en wel veilig zijn. Daarnaast doen we nog even tijd voor de politie, zoals het wegvoeren van fout geparkeerde voertuigen, dispatch en andere taken. De dief heeft de hele hamburgerstand meegenomen, zag je dat? Agent, help! Zeg dit eens, wat is er gebeurd hier? De dieven hebben zeg maar het hamburgerstandje meegenomen. Oei, welke kant zijn ze op? Geen idee. Die kant dacht ik. Goeiedag, 911 meldkamer. Wat kan ik voor u doen? Appartementen, wij komen er direct aan. Even kijken of er toevallig iemand aanwezig is op dit moment. Hey, ik ga direct hier de boel even afzetten en we zorgen ervoor dat u zo snel mogelijk geholpen wordt. Even doorrijden alsjeblieft. Niks te zien hier. Hey. Hallo. Goeiedag collega. Kunt u helpen, want ik kan EMS niet bereiken. Collega? Meneer Jaspers die staat met een of andere Maglite te zwaaien achter een of andere betonnen blok. Meneer Jaspers? Ja, meneer? Dat voertuig hiervoor, die rood-wit, heb ik een procesverbaal al gegeven. Perfect. Foutparkeren, dat wordt echt fout beboet en zo, hè? Even kijken hoor, hoe moet ik dat doen? Even kijken. Ik heb een foto van die foutieve auto. Ja, dit is namelijk die informatie die bewaar ik allemaal. Ik zal hem eventjes laten zien aan u, voor, zeg maar, voor uw twee kijkers die op dit moment hier meekijken. Zoals mijn collega zojuist heeft een kleine C-trap doorgegeven, waarbij een fout geparkeerd voertuig hier zeg maar, bij appartementen stond. Het gaat om dit voertuig hier. Zo, ja, dat is mijn deze. Meneer, ik ben heel even bezig met de interview. En ik zie het auto niet meer. Waarschijnlijk is meneer voortvluchtig op dit moment. En, maar goed, we hebben al een boete uitgegeven voor meneer. Dus, Jaspers, dat is mijn auto. Jij bent de interviewer. Je moet er niet doorheen schreeuwen. Dat is mijn auto, Jaspers. Dit is goed voor jouw kijkers op deze manier. Als ik gewoon zeg maar... hoeveel hoog is de boete, collega? €380. Oké, €380. U hoort het. Hè? Fout parkeren is slecht voor je portemonnee.